Even over het dode gebed. Veel mensen vroegen waarom het lichaam zeg maar nog niet vrijgegeven is. Nou, ze was al bijna 2 weken dood. Dus ze lag daar in het appartement helemaal alleen. Volgens mij had een van de buren gebeld voor stank of geuroverlast. Eeuwig heer, mogen Allah subhanahu wa ta'ala vergeven voor al het slechte. En belonen voor al het goede. Ik kende haar persoonlijk ook. Ze was ooit naar kantoor gekomen bij mij. Een paar keer zelfs. Plan om iets op te richten. Ik weet niet meer wat voor lijn het was. Iets met make-up of zo. En in die tijd gaf ik nog altijd advies aan ondernemers. Wat te doen, hoe te doen. Waar je op moest letten, hoe je moest promoten, et cetera. Het was wel een hele aardige meid om eerlijk te zijn. Veel meegemaakt, ook met seher. Ik denk dat dit ook een hele grote rol heeft gespeeld, bezetenheid. Mogen iedereen die daar aan heeft meegedaan, berouw tonen, anders branden in hel.